Welkom bij Avans Blijf Thuis, de serie waarbij we op bezoek gaan bij studenten en docenten om hun thuiswerkplaats te bezoeken. We zijn vandaag in Breda en gaan op bezoek bij docent Ruimke van der Beemt. Ik heb worstenbroodjes bij me, dus hopelijk heeft ze honger. Hoi hoi, mag ik binnenkomen? Ja, zeker, kom binnen. Oké, gezellig. Ik heb iets lekkers meegenomen. Oh, te gek. Ik ben docent bij de opleiding communicatie. En daar geef ik vakken die te maken hebben met visuele communicatie. Wel fijn om zo je eigen plek te hebben, denk ik. Ja, het is weet je, al fijn. Meestal doe ik de deur dicht. Dan zet ik bijvoorbeeld een noise cancelling koptelefoon op. En dan voelt het gewoon alsof ik in een kantoorsetting zit. En ik merk dat ik veel minder prikkels heb. Ik vind echt offline les geef ik ook echt te gek. Mm-hmm. Alleen ja, dan zit je in een klas en die zit op zijn telefoon, die zit lekker op Zalando en daar zit er eentje die drinkt iets, die zijn koekjes aan het uitwisselen, die moet plassen. Ja, als ik online les geef gebeurt dat ook, alleen ik zie het niet. Dus ik kan me nog veel beter richten op wat ik wil vertellen, wat ik wil overbrengen. En jij vindt online onderwijs eigenlijk misschien wel leuker dan lesgeven in een lokaal? Ik heb wel voor mezelf, ik hou ervan om nieuwe dingen uit te proberen. En dan zeg ik ook in alle eerlijkheid tegen de studenten, jongens, ik ga iets nieuws proberen. Het kan één grote chaos worden. Dus we hebben een bingo kaart gemaakt met 24 dingen die sowieso een keer misgaan in de online lessen. Ja. Je maakt er ook een soort van spelletje van. Ja, dat moet toch. Ja. We zijn allemaal aan het leren. Ja. Het is niet anders. Dankjewel. Alsjeblieft. Hoe combineer je het thuiswerken met het thuisleven? Wij werken alle twee thuis, dus ja. In het begin, het eerste deel van de lockdown, hebben we ook gewoon samen in mijn werkkamer gewerkt. En nu merk je toch dat je hebt wel iets meer ritme gevonden. Maar ja, het kan nog steeds zo zijn dat we alle twee tegelijk in een vergadering zitten. En welke vergadering is dan het belangrijkst? Wie moet je dan lastigvallen? Heb je tips voor andere collega's die ook thuis zitten met kinderen? Ja, zolang je er samen een klein beetje om kunt lachen. En het kan relativeren en het jezelf niet aanrekenen, dan komt het wel goed. Hopelijk tot snel bij Avans. In ieder geval een goede werkplek en veel succes nog. Top. Oké, doei. Doei.